zijn vandaag voor deze auto. Een echte Suzuki Swift 1.4 Sport uit 2020. Maar ook weer echt een hele dikke bak binnen. Een dikke R6. Ja, eigenlijk een constructie waar camera's aan kunnen hangen. Het is ook niet voor niets R6 filmcar. Een hele goede morgen. Weer een nieuwe video vandaag. Maar vandaag niet met mijn BMW trouwens. Ik heb vandaag een dikke Golf bij me. Want mijn auto staat nog bij het schadebedrijf. Ze zijn bezig met voorbumper te herstellen. Een tijdje geleden was er een vrachtwagenband geklapt op de snelweg. Reek tegenaan. Schade. Nou ja, kortom. Lekker niet boeiend. Maar zijn ze nu aan het maken. En ik heb als vervangende auto deze fantastische 1.0 turbo knaller bij me. Het ruikt hartstikke leuk. Het is niet de snelste auto, maar wel zeer comfortabel. Kan weer over drempels beuken. Maar we zijn niet voor de Golf vandaag. We zijn vandaag voor deze auto. Een echte Suzuki Swift 1.4 Sport uit 2020. Van een echte liefhebber. Auto is volledig aangepakt. Er zit al heel wat geld in, vertelde hij net. Dus om eventjes onder de motorruimte kijken. Bedoeling voor vandaag, dikke stage 2 tuning erop. Hoeft niet helemaal kapot, maar mag wel op standje heftig. Dus daar gaan we naar op zoek, naar de ideale combinatie. Maar ja, kortom, ja, eigenlijk een auto die we niet vaak bij ons zien. We hebben er wel onlangs een gehad, een paarse, we hebben toen niet gevlogd. Dus vandaag een vlog over deze Suzuki Swift Sport, de 1.4 Booster Jet. Heb je een leuk weekend gehad, Jel? Een kleine kater voor op de dinsdag. De kater komt later. Jij ook? Ja, ja, zeker. Zeker weer een heel mooi weekend gehad en vandaag weer helemaal fris. Op de zaak, dat is te zien. Wel een heel leuk weekend gehad en dat mag ook wel weer eens een keer. Dus ik zeg, snel een stukje rijden, auto naar binnen, let's go. Voordat de auto naar binnen gaat, misschien nog even snel een blik werpen onder de motorruimte. Ik zag net al iets en hij is behoorlijk aangepakt. Ja, hij heeft niet stilgezeten. Als ik zelf snel even kijk, ik zie een carbon intake. Ik zie allerlei upgrade slangen en blow-off valve en dergelijke. Maar wat heb je allemaal precies exact aangepast? Aan de motor is het eigenlijk aangepast. Er zit een carbon inlaatsysteem op. Ja. Een speciale filter met een kelk van ongeveer 25 centimeter diameter. Uitlaatsysteem is volledig vernieuwd naar 2,5 inch met een 200 cel racekaart. Voor het blauwe velf is gekomen omdat de originele kan niet de druk aanzetten. Dus die schudt uit elkaar. Dan moet er nieuw op. Posities zijn vervangen, want die kunnen het vermogen niet aan. Bobines zijn vervangen, kunnen het vermogen niet aan. Ik zie een mooie kastje hier onderdoor. Ja, dat is voor Marten. Ja. Heb je er veel last van? Geen idee, maar ik wil het gewoon niet nemen. Nee, voor de rest is het een intercooler van HKS op de dan oliekoeler van HKS. Echt Japans, hè? Dat ja, is echt, klopt. Ja, echt GDM, zeg maar. Ja, dan moet je ook speciaal laten importeren. Maar dit ook allemaal. Alle Monster Sport is uit Japan. Cusco is uit Japan. Motorkapdempers zijn van Grady uit Japan. Eigenlijk alles wat niet origineel is, komt uit Japan. Dan nog race stoelen erin van Bright. Nee. Takata gordels. Nee, ik heb mijn huiswerk gedaan, of niet? Ja, Takata gordels heb je huiswerk over gedaan. Dat is zeker waar. Okay. We gaan eerst vermogen even kijken. En dan kunnen we kijken of er nog een ander turbo op moet. Is wel leuk natuurlijk, hè? Zeker waar. Dus misschien nog een keer een turbo upgrade. Ik denk het wel. Maar we gaan eerst even kijken nu en dan kunnen we in de toekomst wel even kijken wat voor turbo gooien we erop. En dan gaan we weer. Ik ben heel benieuwd hoe die rijdt. Mogen wij een stukje rijden even? Ja, of... Gewoon, we gedragen ons natuurlijk, hè. Geen gekke dingen, gewoon. Rijdt best. Ga hem snel binnen zetten. Ik ben wel heel benieuwd wat hij scoort op de bank nu al. Wat gaat er gebeuren? Stage 2 voor deze Swift Booster. Je hebt laatst ook één gedaan. Dikke resultaat. Goed intake systeem. Hopen dat het allemaal mee zit. Spannend. De resultaten zijn bekend van uiteraard het voormeten van de auto. Ik heb de tablet weer bij me. Net is cool. 158, zeg 159 pk met de 252 Newtonmeter koppel. Origineel heeft de auto 140 pk. Ben je nou aan het spieken? Ja, ik moet even spieken. Ik weet dit niet alles uit mijn hoofd. Met 230 Newtonmeter koppel. Dus hij scoort wat over. Wat ook logisch is natuurlijk, want er zijn al wat aanpassingen gedaan. Er zit een downpipe onder de auto. Logisch resultaat. Dat hij hoger uitvalt. Er zit ook goede brandstof in. Ideale combinatie. Nou, we gaan nu beginnen met de eerste aanpassingen en uiteraard de eerste test om te kijken hoe deze auto gaat scoren. We gaan natuurlijk voor 200 pk. We gaan het zien. Hoe gaat het met de Swift? We zitten op 195 pk met 310 Nm koppel. 1.5 bar boost. Niet slecht. Nee,
Zeker niet slecht. We hebben nog ruimte voor meer. Hij wil volgens mij wel meer. Mag overleggen wat hij wil. Het mag heftig, maar mag eigenlijk weer niet helemaal kapot. Maar eigenlijk wil hij ook stiekem meer een turbo upgrade. Dus ja, we gaan de klant de keuze laten maken. Van, gaan we nog wat testen doen? Gaan we nog proberen iets hoger te krijgen? Of houden we het hierbij? We zijn er weer. We zijn weer terug. We zijn in de wachtruimte. Even als volgt. We zitten nu op een 1.5 bar boost. Scores waren rond de 190 pk, 309 Nm koppel. Er is ruimte voor meer. Ja. Wil je dat we dat nog een paar testen maken? Ik zal zeggen, gewoon gaan testen. Ja? Kijken of we nog iets hoger kunnen krijgen. Ja, en ik weet jouw auto's die draaien ook nog rustig op 1,6, 1,7 bar. Dus ik zal zeggen, gaan we gewoon eens kijken wat ik kan halen. Gaan we snel naar Remy toe? Want de volgende auto komt er ook weer aan. Maar deze is ook wel even leuk om te kijken of we nog een tandje hoger kunnen krijgen. Tandje hoger betekent natuurlijk ook iets meer risico. Klopt. Maar goed, dat weet je. Het mooiste is gewoon dat hij in de 200 komt. Dat is een mooi doel. Snel erin. Hey Remy. Hi. Final hopen we zitten erin. Stage 2 base map. Ik ga mijn vlog om te zien wat ik doe. Ik ben heel benieuwd. Hopelijk over 200 pk. Dat is nog een nette score. Jazeker. Kan niet beter maken. We gaan de auto weer loshalen. Auto is helemaal klaar. Tunu zit erop. Stage 2 afstelling is gedaan. Anyway, we gaan de auto loshalen. We gaan zo de resultaten bekendmaken. Auto scoort netjes. Alleen net geen 200 pk. Maar wat wel, dat horen jullie zo. Eerst even snel de auto weer los. Oké, auto is los. Auto gaat naar buiten. Eerst even zelf samen rijden, joh. Even aanvoelen. Even aanvoelen. Merken we wel verschil? We zitten. We zitten weer. Gordel om. Ja, ik ben heel benieuwd. Voor mijn gevoel hoor je hem ook harder afblazen. Meer turbodruk, meer luchtdruk. En hij rijdt lekker. Hij voelt goed aan. Ik voel nog geen gehik of gekke dingen. We gaan de klant laten rijden. Ik ben enthousiast. Maar ja, de vraag is natuurlijk, is de klant ook enthousiast? Je mag hem proberen. Nou, we zullen eens even kijken. Maar het is leuk. Filmen zo de klant wel als hij weer terugkomt. Normaal gesproken gaat Jelle een stukje meerijden. Maar ze gaan nu lekker met z'n tweetjes. Ze komen zo terug. En Jelle gaat gewoon allerlei vragen stellen over het resultaat. Dit is maar goed gekeurd. Dat is goed gekeurd. Je gaat een stuk beter. Ik zie twee blij gezichten. Blij gezichten, dat is belangrijk. Wij kunnen blij zijn, maar het gaat natuurlijk om dat zij blij zijn. Gelukt. Ik ga snel foto's nabewerken, want die hebben we ook nog gemaakt. Jij hebt straks geen foto's mee. En jij gaat even met Remy de resultaten doornemen. Final results of the Suzuki Swift, Remy. Ik zal hem hier even openen. Nou, Swift is klaar. Het is hier binnen best wel warm. 29,3 graden. We hoopten er 200 aan te tikken, maar dat hebben we net niet gehaald. 198,6. Stage 1D 185. Meer load, meer timing, meer boost. Dus houd het op aan 199 pk. Helemaal blij. Torque is echt wel goed, 330 newton. Al met al, prima resultaat. De klant komt nog een keer terug in de winter. Kan nog een keer meten, kijken wat hij dan doet. Dus heb je een Swiftje en wil je het zelf? Stuur gezellig een berichtje. Heb je dezelfde Swift? Je ziet het, resultaat is leuk. Goede toename, goed merkbaar. Leuke auto om te tunen. Ik ga zelf foto's nabewerken en dan kan de klant naar huis. Ik heb de foto's nabewerkt van de Swift. Die zijn weer helemaal klaar, dus die ga ik zo aan de klant geven. Ik hoop dat hij een iPhone heeft, want dan kan ik ze airdroppen. En anders doen we het per mail. Om de kwaliteit zoveel mogelijk te behouden. Ga naar buiten. Nee, het ziet er heel mooi uit. Ik ben even tevreden over het ik vind ze ook heel mooi. Als ik ze zo zie, vind ik ze heel mooi. Ja. Gaan we ze zo even mailen? Ja. En dan gaan we zeggen, Swift is klaar. Goedemorgen, Remy. Hi. Wat gaan we doen? RS6 filmcar. Jeroen is er ook. DBM, ons vuur. Die zit in zijn hok, zijn stinkhok. En cameraman Jelle is er wel. Nou, we hadden wat opstartproblemen vanmorgen met misfires van deze mooie RS6. Maar dat heeft Jeroen weer opgelost. Defecte lambda zonde, dus die is vervangen en we kunnen weer door. Goedemorgen, Martjan. Goedemorgen, Jelle. Hoe is het? Ja, goed. Net terug van een weekje vrij? Weekje vrij geweest, snel even een Insta-storytje had maken tussendoor. Maar ook weer echt een hele dikke bak binnen. Een dikke RS6. Ja, er zit een flinke constructie op, alsof die door een stellage heen gereden is. Achterkant, voorkant. Ja, eigenlijk een constructie waar camera's aan kunnen hangen. Het heet ook niet voor iets RS6 filmcar. Jeroen vertelt net dat de bougies gedaan zijn. Zeventjes zijn nog niet gedaan. Maar bougies wel een hele belangrijke, want de tipjes van de bougies breken nog wel eens af. Zijn er 5 cilinders 7 geregeld? Allemaal. Of allemaal zelfs. Dus heb je een RS6, ja, niet besparen op goede raceprecies. Nee, absoluut niet. En als je goede raceprecies nodig hebt. DBM is de man, die heeft van mijn hele voorraad inmiddels aangelegd. Die heeft in ieder geval genoeg, dus check even in de beschrijving. Dan vind je een link naar zijn bedrijf. Remy, ben je er klaar voor? Hij was iets vertraagd, zeg maar. Even alles even uitzetten, braking guard en dat soort dingen. Anders gaat hij zo meteen remmen. Dat doe je natuurlijk niet met 250. Gas op de lolly.
met de RS6 gaan we softwareversie downgraden. We gaan naar softwareversie 11. We zitten op softwareversie 12. De oude software varianten zijn mooier in mijn ogen. Er zit minder poepspas in om die motor lang heel te houden. Maar met een goede afstelling kunnen we gewoon naar de origine software. Dus dat zijn we nu aan het doen. Daarna gaan we een nieuwe read maken en op basis daarvan gaan we een basevel maken. En gaan we meten en aanpassen en schaven. En zo blijf je heen en weer gaan. En blijven, ja. Maar ja. Op een gegeven moment eindstand heb je toch een... Nee, dat hopen we wel. Het begon een beetje lastig. Jeroen van DBM is hier geweest om de lambda te vervangen. Dat is defect. Maar het ziet er nu goed uit. Hij scoort origineel. Het is een performance. Ja, hoeveel scoort origineel? We zitten op 606,8 met 727 Nm koppel. Dus hij zou 605 moeten hebben, 610 moeten hebben met 700 Nm. Downpipe zit er eronder natuurlijk. Decat, goede brandstof. Dus hij scoort perfect origineel. Lekker man. Ja, gaan we die benaderen. Ik gooit even alle veiligheidsdingen uit. Ja, anders gaat hij niet power maken. Iets te veel power, denk ik. Resultaten zijn bekend. Auto is stage 2 afgesteld. Voor mij is Remy best tevreden, ondanks een paar misfires. Maar ik zeg voor Remy dat de bobines dus nog gedaan gaan worden. Dan zou dat ook helemaal clean moeten zijn. 724 pk gescoord. Met een koppel van 979 Nm. Net geen 1000, maar ik denk met de bobines erbij. Op zich net de score, data uiteraard allemaal gelogd, allemaal geanalyseerd, zodat deze ook weer netjes rijdend de deur uitgaat. DBM heeft hem mooi omgebouwd zo, stage 2 met de downpipe. Dus ja, nu uiteraard nog zullen we het even rijden. Gaan we doen? Le tableau. Le tableau is het trouwens. Hier zie je de resultaten, 724,8, dus zeg 725. En ja, dik koppel, bijna 1000 Nm. Heel mooi hoe die terugloopt eigenlijk, geen rare hobbeltjes, wobbeltjes. Ja, alleen bovenin twee misfires, twee cilinders, dus bobines zijn nog rationeel. Dus dat is een auto van 2013-14 denk ik. Tijd om de bobines toch preventief te gaan vervangen. Dat is sowieso een advies. Is je auto wat ouder en wil je gaan tunen en je weet niet of de bobines ooit vervangen zijn, wacht niet tot ze stuk gaan, want ze gaan een keer stuk. Vervang ze dan gewoon preventief. Ze zijn niet heel prijzig en je hebt er gewoon lol van als je auto blijft rijden in plaats van cilinderuitschakelingen en andere ellende. Tipje van de meester. Nog steeds kijk je moeilijk. RS6 zijn ook moeilijk, maar deze rijdt verder goed. Nu rijd ik zelf een stukje mee met de RS6 filmcar. Slash. Yes. Goed, we hebben een stukje gereden. Ik vind hem heftig, maar ja, het gaat natuurlijk niet om wat ik ervan vind. Volgens mij vind jij... Je merkt verschil. Ja. Ik word straks verder uittesten op... Denk de snelweg. Ik ben enthousiast. Dit is echt wel weer een koppelbeuker. Veel grip heeft hij. En ja, het gaat maar door. Je voelt hem doorduwen. Ja, niet te vergelijken met mijn saaie BMW 1-serie. Nou goed, klant tevreden. Wij tevreden. En echt een dikke auto. Echt leuk om deze keer binnen te hebben. Ik had hem al een tijd voorbij zien komen in de social media. Echt gaaf dat hij voor ons heeft gekozen. Ik ga weer zeggen, dank jullie wel voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Vergeet natuurlijk geen reactie achter te laten. Vergeet een blauw duimpje niet. Wordt gewaardeerd. En abonneren, nog vetter. Heb je nog input voor nieuwe vlogs? Laat het weten in de comments. Dank jullie wel voor het kijken. Tot de volgende video. Wat zeg jij? Ja, piep. Piep, 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 piep.